Luc. Ja, ik heb vandaag de hele dag voor de televisie gezeten, zak chips erbij. Het was namelijk de dag van de algemene beschouwingen. Groot debat met als thema alles. Gewoon echt alles kon worden doorgenomen. En dat is natuurlijk nogal veel. En dus hadden alle fractievoorzitters zich uitstekend voorbereid. Behalve uiteraard Emiel Roemer. En uitgerekend, hij werd dan lastig gevallen met triviale zaken zoals de feiten. Wat is nou, ik vraag gewoon de getallen, de ontwikkeling, budgetair kader zorg 2012, toen het kabinet startte, geprognosticeerd 2017 als dit kabinet zou weggaan. Wat is het verschil en over welke getallen hebben we het op de Rijksbegroting? Wat wil meneer Pechtold nou met deze vraag? Wat is het nou voor flauwekul? Ja, wat is het nou voor antwoord? Ja, wat is het nou voor antwoord? Al dus Emiel Roemer over het antwoord van Emiel Roemer. Hij had vandaag echt een shitdag en het begon al zo. En daarna ging alles mis. Hij probeerde nog een tegenbegroting op tafel te leggen. Had daar dan weer geen feitjes van. Het was echt een rotdag voor hem. Als u dit debat serieus wilt voeren, zorgt u ervoor dat er een begroting van uw zijde ligt voor het debat. U zegt nergens om hoeveel het gaat en wat u dan precies wilt doen. Het blijft allemaal hangen. Het blijft gratis bier. Voorzitter, als de heer Roemer de cijfers niet paraat heeft, dan lever ik ze hem graag. Mevrouw de voorzitter, ik zal met mijn fractie zorgen dat voor de tweede termijn het lijstje er staat. Oh, ik vond het wel een beetje zielig, ja. Het was voor de rest niet al te spannend hoor, algemene beschouwingen. Morgen is ook nog, dan mag premier Rutte antwoord geven op alle vragen. Op dit moment is het nog bezig en Pechtold en Wilders hebben alweer een kleine clash gehad. Hoor je straks meer over in het RTL Nieuws. Dan de NTR, die zit in zijn maag een beetje met Pino uit Sesamstraat. De acteur uit de serie die heeft namelijk de voorpagina van de Telegraaf gehaald met dit filmpje. In ieder geval zo'n filmpje. Op Faltifest is dit. Pino is daar namelijk een beetje uit de plaat gegaan. Opgehuurd door uitzinnige fans. Danst hij tussen naakte danseressen en mannen in SM-tuigjes en zo. In de Telegraaf had het zelfs al over porno-Pino. Nou, dat vindt NTR ontoelaatbaar. In de Telegraaf laten de NTR het volgende weten. Daar hebben we nog nooit een aanvraag voor gehad. We gaan bekijken in hoeverre dit juridisch en ethisch gezien door de beugel kan. Het is heftig, hè? Ja. Hoe weet ze nou wie er in het pak zit? Nou ja, dat vraag ik me af. Nou, het is natuurlijk Pino. En het boegbeeld van Sesamstraat is de laatste tijd nogal negatief in het nieuws. 3 jaar geleden raakte hij nog zwaar gewond bij een auto-ongeluk waarbij hij zelf achter het stuur zat. Hij heeft het uiteindelijk wel overleefd. 2 maanden geleden nog beschuldigde een anonieme bron Pino nog van het gebruik van drugs en alcohol. Pino verschijnt regelmatig dronken op zijn werk. En ik zie hem ook al eens in zijn nest crack gebruiken. Hij maakt dit programma kapot. Poehé. Al dus de anonieme bron. En hij wilde vandaag niet echt reageren op al deze commotie. Hij had nog zelfs een kleine confrontatie met de fotograaf. Hij heeft uiteindelijk nog wel een klein berichtje op zijn eigen Facebookpagina gezegd. En daarin zegt hij, ik heb mijn drugsgebruik absoluut onder controle. Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Hashtag winning. Dus dat wordt wel vervolgd dan. Goed, dan de virals van vandaag. Dat begint met een man die lekker in het bos zit. Hij denkt, weet je wat, ik ga eens een keer een wolf nadoen en daarna moet hij rennen voor zijn leven. Ik weet niet wat dit is, maar ik zou echt heel snel weggaan als ik hem was. Ja, hij heeft een wapen bij zich, dat scheelt natuurlijk. Precies zo de Blair Witch Project ook is begonnen. En nu we het toch over rennen hebben, een jongen uit Londen heeft echt een fantastische stunt uitgehaald. Ik heb er vandaag echt met plezier naar gekeken. Hij was in de metro zelf, stopte bij een station, besloot daar een sprintje te trekken door heel Londen heen om vervolgens weer in het metrostation uit te komen en dezelfde metro te pakken. Dat was zijn doel, dit zijn de beelden. Ik zat echt juichend achter mijn computer. Ja, goed joh. Ah, te gek. Goed. Dan een jongen in Amerika. En die jongen heeft net iets te veel met zijn kleine zusje opgetrokken. Oh, okay. Oh, they're super excited? Yeah. So, I closed Much Ado About Nothing on Sunday. And when we finished, we were like all on the set and we were drinking. And Stokes is like, Matt, do your girl voice. And so I did it. And he was like laughing so hard. Yes.
Fantastische truc. Als je het ook kan, ik wil ze graag zien. @Lucas met Twitter, kom maar door met die filmpjes. Dan naar Ierland. Daar hebben ze een bizarre attractie. De Shocker Chair. Dat is een elektrische stoel. Alleen dan natuurlijk net iets minder dan een gewone elektrische stoel. Mag ik hopen. Je gooit er wat geld in. Je kiest dan vervolgens een programma. Hou je die handvaten vast. Nou, en dan komt het stroom door je lijf heen. Het is een tikkie bizar, maar ook wel heel erg grappig. Wat zit die? High power. Hey, power, let's go. Let's get this running goal. What happened, say? What happened? Ja, geen zorgen, hij was toch niet scherpste mes uit de lade. Tot slot, nog één filmpje. Ik kreeg hem getipt via mijn eigen Twitter. Een jongen mag meedoen aan een basketbaldunkwedstrijd. Dat is leuk, dan mag je dan rennen en dan spring je op die trampoline. En dan mag je hem proberen in te dunken. Nou, dit zijn de professionals natuurlijk. Deze jongen mag het ook proberen. Zet hem op, jongen. Ah, bijna, bijna. Je bent niet aardig. Nee, sorry. Lucky Kink.